Vorige week hadden we de nieuwbakken voorzitter van de Surinaamse Zwembond gesproken, dat is Clyde Ford. Er zijn wat onduidelijkheden, ook nog wat ontevredenheid bij een aantal actoren binnen de Zwembond. En ja, die mensen zijn aan de deur gaan kloppen van Michael Klein, de oud-voorzitter, ex-voorzitter van de Surinaamse Zwembond. En voorzitter Klein, ex-voorzitter Klein, die gaat in op deze zaken en hij legt ook uit wat precies volgens hem goed in de haak zit. We hebben de huidige voorzitter gesproken, de nieuwbakken voorzitter, de heer Ford. En die geeft aan dat hij gaat voor continuïteit. Maar toch merken we dat een bepaald deel van de zwemwereld, Surinaamse zwemwereld, het niet eens is met bepaalde zaken die hij wil doorvoeren. Kunt u de kijkers vertellen wat eigenlijk het probleem is, om het zo te zeggen? Dus in principe, met mijn ervaring, is er geen probleem. Als u mij vraagt, is er geen enkel probleem in die zwemwereld. Het gaat er alleen maar om, en ik zei continuïteit van beleid, wat ik niet merk. Dat zegt u me nu, ik heb er niets van gehoord. Ja. Ik ben door het bestuur bij de overdracht, heeft het bestuur mij aangemerkt als adviseur. Nochtans zijn er dingen die zich zijn gaan ontwikkelen, waarbij de adviseur niet eens wordt gevraagd. Niet eens op de hoogte wordt gesteld. En een van de eerste dingen die acties, die dus kwaad bloed heeft gezet, met name de freelancers, de mensen die een vrij beroep uitoefenen, de mensen die geen lid zijn van de Surinaamse Zwembond. Als u kijkt wat de statuten HR zeggen, wie zijn leden? Leden zijn verenigingen die zijn aangesloten. En die verenigingen hebben stemrecht, niemand anders. Dat zijn de leden. Maar zwemonderwijzers, zwemschoolhouders worden ook aangemerkt als ze zijn lid. Maar ze zijn geen lid. Dus je moet ze niet als een lid behandelen. Je moet ze anders behandelen. Je moet ze anders, op een andere manier, tegemoet treden. Ja toch? En dat is eigenlijk wat een beetje kwaad bloed heeft gezet. Want zoals het is verschenen in de pers. Ik heb een krantenbericht gezien. En later weer met een commentaar, een paar dagen later, van een bepaalde medium, hoef ik niet te noemen, die zegt dat Michael Klein en nog een andere meneer tegen het bestuur zijn. Wat helemaal, ik kan nooit tegen, zwemmen is een rip van mij. Ik kan nooit tegen zwemmen zijn. Maar wanneer zoveel mensen naar me bellen, en als ex-voorzitter zijn er toch mensen die me hebben gebeld, zoals u me een vraag stelt, wat gebeurt er? Dan zeg ik, kom bij elkaar, laten we praten. Met mezelf een pissie. Laat me proberen. Maar de andere partij ziet dat vijandig. Nee. Ja, we hebben een gesprek gehad. In Energy Pool. Met bijkans 40 mensen. 41 als ik mezelf bijtel. Ik tel mezelf nooit bij. Hoor. En we hebben gesproken over de pijnpunten die er zijn. En de benaderingen van het bestuur. De eerste benadering is fout. Leden. We zijn geen leden. De leden zijn er aan. De bond aangesloten. Misschien moet ik u de statuten en HR geven. Dan gaat u zien wie de leden zijn. De leden zijn de aangesloten verenigingen. Als ik een paar jaar maar bezig ben, zwemles te verzorgen, ben ik geen lid van de zwembond. Je moet me op een andere manier benaderen dan als lid. Ik ben geen lid. Juridisch heb ik geen grond om op te staan. Een zwembad is net een vliegtuig. Hè? Ook al vliegtuig niet, ga je bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten doen. Ik keek naar het programma van Nederland, waar die mannen de motoren moeten afschermen. Anders gaan vliegen, vogels nesten maken in die vliegtuigmotoren. Een zwembad. Moet je elke dag doseren. Ook al zwemt niemand. Weet de zwembond dat. Hebben ze Parima benaderd om te zeggen, Parima, hoe doe je het? Kunnen we je helpen met zoveel vaten chloor? Nee. Heb je die andere privé zwembaden benaderd? Zoals je ze nu benadert als lid. Heb je ze gevraagd? Van hoe doe je het? Nee, je bent niet te vinden. Dus zo, dat is die benadering. Die benadering is van, hoe ga je die zwemgemeenschap, zoals ik het had bedacht, met een registratieregeling, bij elkaar krijgen, zodat je iedereen alle neuzen in richting krijgt. Wat belangrijk is voor zwemmen, en daar is eigenlijk de registratieregeling voor,
is dat je wil hebben dat je wat uniformiteit krijgt in het aanleren van slagen. Omdat zwemmen bijzonder technisch is. Zwemmen is bijzonder, ik zei u al, is een wetenschap. Dus misschien heb je hier een paar iemand nog een andere Olympische medaille rondlopen. Maar hij komt toevallig bij een zwemleraar die, hè, ik wil niemand bespreken, maar niet de juiste technieken aanleert. En als je een techniek één keer fout hebt aangeleerd, gaat het zoveel jaren duren om het dan, ja toch, want het heeft te maken met motoriek. Ja, het heeft te maken met de motorische ontwikkeling van zo iemand die al geleerd heeft hoe hij een slag moet uitvoeren. Om dat te gaan corrigeren, is Lassa weer het kampioen. Toch? Dus dat is het, dat je die gemeenschap meer op die uniformiteit en benadering van technieken, en benadering van zwemmethodes, trainingsmethodes, dat je dat wil gaan doen voor de mensen. Maar niet dat je weer verhogingen wil doorvoeren.